Goedenavond beste Poképlayers, ik ben hier Simon van der Borgt. Ik kom jullie hier vandaag een nieuw projectje voorstellen, de PBA. Wat is de PBA, hoor ik jullie denken? Wel, heel simpel. We hebben 16 mensen geselecteerd. En we laten deze 16 mensen het uitvechten met speciale sets van Pokémon. Helemaal tot het einde. We zetten dit op YouTube. We stemmen op hen en doorheen deze 12 weken, zodat wij eigenlijk een enorme hype hebben naar het kerstevent toe, want daar zal de finale plaatsvinden. Een van deze 16 mensen heeft kans om een goede prijs te winnen van ons Poképlay. Nu, zoals ik heb vermeld, we zijn hier met 16 geselecteerde trainers die gedurende 12 weken zullen uitvechten. Wij zullen in totaal 96 battles hebben. En er zullen 160 Pokémon's gebruikt worden. Elke speler hier heeft één team. Hiermee zeggen, we hebben dus een team van Pokémon's. Maar hij heeft een team van 10 Pokémon's. Dus deze hebben wij allemaal mogen selecteren in een snake draft. We hebben de eerste persoon hebben we laten kiezen. We hebben helemaal naar beneden laten gaan voor zijn eerste mega Pokémon. En dan hebben we de laatste persoon dan als eerste laten kiezen, zodat de eerste persoon terug laatst is. En zo hebben we dit een paar keer gedaan, tot we aan 10 Pokémon kwamen. We hebben 1 Mega, 2 OU Pokémon, 2 UU Pokémon, 3 RU Pokémon en 2 NU Pokémon. Dus in totaal heeft elk team, dus elk persoon, heeft 10 Pokémon's. Nu, we hebben 10 Pokémon's, maar gedurende deze 12 weken mogen zij deze 5 keer switchen. Dus ze mogen met een Pokémon wisselen. Laten we ons als voorbeeld nemen. Ik heb een Latios. En ik zou hem graag willen switchen voor een Chansey. Dit mag ik doen omdat deze van dezelfde materie is. Hierdoor gaat er wel een van mijn beurten van switchen uit. En dan komt Latios terug op het menu en kan iemand anders Latios ook aanvragen. Kan iemand anders Latios aanvragen voor in zijn team te krijgen. Je mag bijvoorbeeld als UU-trainer wilt u Diggersby wisselen, mocht die niet wisselen voor een Talonflame, omdat Talonflame een OU-Pokémon is. Dus het moet van dezelfde tier of lager zijn. Elke opponent weet dat iedereen 10 Pokémon heeft. Wij hebben deze ook genoteerd en deze staat in een documentje verwerkt waar iedereen access toe heeft. Dus iedereen weet welke type Pokémon wie heeft. Maar het probleem hierbij is erop voorbereiden. En je kunt je niet voorstellen wat voor vreemde sets er gaan uitkomen waarschijnlijk. Hidden Power Breloom. Of een special attacking Megazord X. Je kan het niet voorstellen. Maar zo'n dingen, dat is allemaal normaal, omdat wij mensen gewoon elkaar willen verslaan. Ze willen speciale sets die hun opponent niet zal verwachten en waarmee je misschien een kleine edge hebt en kunt winnen. Dit geeft heel veel leuke opties en leuke tactiek die we zeker willen uitvoeren. We gaan deze ook allemaal op YouTube laten zien. Eventueel teambuilding, we gaan live streamen, we gaan alles opnemen en alles komt op deze YouTube van Poképlay. En deze wordt ook altijd in Poképlay zelf gezet. Nu, voor het puntensysteem. We gaan deze 16 mensen hebben wij verdeeld in 4 groepen. Dit betekent dat in elk groepje 4 mensen zijn. We gaan deze verder nu noemen poules. We hebben poule A, poule B, poule C en poule D. Deze 4 poules representeren eigenlijk ook de positie van hoe goed dat je doet en hoe slecht dat je doet. Poule A is voor de eerste plaats, poule B voor de tweede, C derde, poule D voor diegene die het helaas het slechtste presteren. Hoe kun je weten dat iemand slecht of goed presteert? Nou, iedere week gebeurt er 1 battle. En met het puntensysteem dat je doet is, als je wint, dan krijg je 6 punten. Gegarandeerd, of de andere persoon nu forfait geeft of niet, omdat je 6 Pokémon's zogezegd verslagen hebt. Dan, je hebt natuurlijk gewonnen met een paar Pokémon's over te hebben. Laat ons zeggen dat jij nog 3 Pokémon's over hebt en je hebt gewonnen en heb je in totaal 9 punten. De tegenstander die verloren heeft, heeft 3 van jouw Pokémon's verslagen. Hij heeft niet gewonnen, dus dat betekent dat hij ook
3 punten verdient. Terwijl jij 9 punten verdient. Dus hoe meer punten, hoe hoger je in de poelen zult staan, hoe lager dat je in de poelen zult staan. Nu, ik ga met trots hier uitleggen, laten zien wie de mensen zijn die we hebben geselecteerd. We hebben als eerste, en ik zal ook ineens de team voorstellen, Kaars. Deze is de kapitein van de West Weezings. Als mega Pokémon heeft hij Mega Altaria. Dan Oyu heeft hij Mew en Ferrothorn. Yuyu heeft hij Crobat en Crocodile. Ryu heeft hij Houndoom, Spiritomb, Scamorupt en. En als NU Pokémon heeft hij Murkrow en Lantern. Bart, succes. Je hebt je team ziet er heel leuk uit. Je hebt je eigen Murkrow weer mee. Heb ik nog altijd nachtmerries aan, geweldig genoeg. Dan hebben we John Doe. John Doe, vrij elite speler bij Poképlay, heeft ook al heel veel leuke sets gemaakt. En is de kapitein van de Scissors Trinity. Zijn mega Pokémon is Scissor, ook ineens zijn mascotte. Maar als OU Pokémon heeft hij Sableye, Togekiss, dan Tentacruel, Infernape, Jellicent, Ambipom, Hitmonlee, Ludicolo en Reggie Rock'n'Roll. John Doe, daar zie ik zeker een winnaar in. Hij heeft fantastische sets gemaakt en ik wil gewoon zien met wat hij afkomt. Dan hebben we Stelemeer van de Dragonflies. Hij heeft Charizard X. Geweldige Pokémon, gewoon runt ook de OU metagame samen met Mega Altaria. Dan als OU Pokémon heeft hij Jirachi, Thunderous Incarnate, Slurpluff, Suicune, Alamonoela, Amoongus, Sigilyph, Buffalant en Crinogal. Heel leuke Pokémon. Elke Pokémon heeft zijn nut wel in dit team. Ik zie het gewoon helemaal voor mij. Je kunt hier verschillende teams mee maken. Steven, goede keuze gemaakt. Dus je zult waarschijnlijk je team goed representeren. Dan hebben we Yuri Brugmans van de Tampa T-Towers. Die ook zijn mascotte heeft. De Mega Tyranitar. Gevolgd door Excadrill. Altijd leuk. Die Sand Boost. OU Pokémon heeft hij. Hoopa Unbound. Entei. Whimsicott. Virizion. Flygon. Quillfish, Stoutland en Xatu. Nu, speciaal voor zijn team, zullen we even vlug even de Root Sandstorm opzetten. En genoeg daarvan. Dan hebben we Simon de Jager van de Gengar Goals. Hij heeft als mega Pokémon Mega Garchomp, waarvan ik heel geïnteresseerd ben wat hij ermee gaat doen. Dan heeft hij Talonflame, Gengar, Snorlax, Blastoise, Meluetta, Drapion, Aromatisse, Malamar en Kecleon. Allemaal heel interessant, ik kijk er enorm hard naar uit om ze allemaal in actie te zien. Ik kan niks anders zeggen dan dat. Veel succes Simon, naamgenoot van mij. Dan hebben we Tim Like a Boss van de Gistel Garvars. Deze heeft ook zijn mascotte, de Ungarvar, Mega Garvar heeft hij. Heeft Latios, Hippodown, Doublade, Blissey, Hitmontop, Escavalier, Omastar, Swallow en dan heeft hij zijn Haunter, heeft hij ondertussen al gewisseld voor een Leopard. Heeft ondertussen al één switch gedaan, wat helemaal in orde is. Het waren moeilijke keuzes naar het einde toe, maar ik vermoed dat hij een goede keuze heeft gemaakt met de Leopard te wisselen. Dan hebben we Jeffrey Mini van Shield and Sword met zijn Mega Pokémon Venusaur. Zijn OU Pokémon Diggersby Doe, dan Conkelherder, Galvantula, Espeon, Scrafty, Electros en dan heeft hij zijn Durant al reeds gewisseld voor een Audino, dan een Flareon en een Lapras. Heel interessant team. Jeffrey heeft al meerdere dingen uit zijn mouw kunnen schudden waarvan ik verbaasd was, dus ik kijk er heel hard naar uit. Dan hebben we Anthony Klaas van de Charizard, favoriete Pokémon natuurlijk, de Charizard. Het was heel sad dat hij niet heeft kunnen krijgen. Heeft als mega Pokémon Manectric, OU Weavile, Staraptor, Mandibus, Hydreigon, Emboar, Dredigen, Bronzong, Ding Dong, de Magical Bronzong, Weezing en Torkoal. Ik kan niet anders zeggen dan hij heeft zowel bulk als zowel offensieve opties hier en ik kijk er enorm hard naar uit wat hij ermee gaat doen. Dan hebben wij Dennis Geens.
Dennis Geens is van de Hylhai Dragons en heeft als mega Pokémon Metagross. Mega Metagross, enorm goede Pokémon, heel interessant, heel leuk om mee te spelen. Als goede Pokémon heeft hij Azumarill, Gliscor, dan Arcanine, Chestnut, Cincino, Cofagrigus, Acelgor, Vivillon en Muk. Dennis, stel me niet teleur met die Muk, ik ben enorm dol op die Muk. Hij heeft een heel leuk team, ik kan met elk van die leden wel spelen en ik zie een enorme vooruitgang in verband met teambeelden. En hij speelt gewoon enorm goed. Hij was zelfs op plaats toen we, was hij zelfs tweede plaats geworden na Sebastiaan Spee. Dan hebben we Yannick Brugmans van de Cyber Status, die als Mega Pokémon Megalopunny heeft. Een gevaarlijk konijn gewoon. Dan heeft hij als Oeipokon Manaphy, Clefable, Cobalion, Goodra, Golbat, Uxie, Magneton, Electivire en Politoed. Ik kijk zelf enorm uit naar de Electivire. Ik ben altijd een enorme fan geweest van het design. Ik gebruik hem altijd in elk spel dat ik vanaf Gen 4 heb ik hem altijd al gebruikt. Dan hebben we Albert Meer van de Moonlight Warriors. Moonlight Warriors. Ja. Hij heeft als Mega Pokémon heeft hij Sharpedo. Dan de volgende Pokémon zijn Bisharp, Kyurem Black, Dragalge, Chandelure, Trevenant, Braviary, Medicham, Crustle en Granbull. Heel interessante Pokémon. Kijk vooral uit naar de Granbull wat hij gaat doen. Dan hebben we Yuri Lazur van Rotom United. Als Mega Pokémon heeft hij Mega Alakazam. Oh, je Pokémon Rotom Wash. Dan Chansey, The Bug Herself, Machamp, Nidoking, Tangroot, Venomoth, Delphox, Mantip en Walrein. Zo'n Pokémon heb ik nog nooit mee gespeeld en ik kijk er eigenlijk naar uit. Ik heb zelf heel weinig met Mega Alakazam gespeeld, maar wel veel tegen. En ik kan al zeggen, dat is power. Zeker opletten voor Yuri Lazur. Dan hebben we Sebastiaan Spee van de Purrdorf Arcanines. Hij heeft als Mega Pokémon heeft hij Mega Pinsir. Een Mega die in mijn opinie zeer underrated is. Want ik vind hem enorm tof. Het geweldige Pokémon gewoon. Sword Dance, Quick Attack Sweeps. Ik ben daar verzot op. Dan hebben we Keldeo, Skarmory, Ruriklus, Zoroark, Dugtrio. Waarom zit Dugtrio in RU? Ik vraag me nog steeds af. Rotom Moe, Exploud, Quagsire en Pyroar. Ik kan niks anders zeggen dan dat dit team gewoon boss is. Meer kan ik niet zeggen. Dan hebben we Kennermoose van de Antwerp Fear Alligators. Hij heeft als Mega Pokémon heeft hij Glass Cannon, Beedrill, Oye Pokémon Landorus, Latias, Vaporeon, Cloyster, Typlosion, Smurgle, Gastrol, Ditto en Metang. Heel leuk team. Kijk, ik weet echt wel waartoe Kenneth toe in staat is, vooral met zijn Ditto. Heb er zelf al nachtmerries van gehad. Kijk er enorm hard naar uit. Dan hebben we Amanda Wubbe van de Neerpelt Ninetales, die als Mega Pokémon Gyarados heeft. Enorme intimiderende Pokémon. Serperior, dan had ze een Tornadus, maar die heeft ze ondertussen al gewisseld voor een Raikou. Dan heeft ze Cresselia, Donphan, Rhyperior, Tyrantrum, Clawitzer, Sock en Shedinja. Amanda, jij bent een van de weinige vrouwelijke deelnemers hier bij ons. Jij en Nycteunus. En ik wil je proficiat wensen met je Shedinja, want dat beest. Oh, dat is een beest. Niets kan Shedinja aan. Niets! Niets! Dan hebben we onze tweede vrouwelijke speler, Nycteunus van de SK Escavaliers. Nick, ik hou van u. Het spijt me dat ik u vrouwelijk noem, maar ik zie u gewoon graag en ik plaag u graag. Dan als Mega Pokémon hebben we Mega Gallade. Hij heeft helaas heel veel van zijn Mega Pokémon. Hij heeft niet als eerste motief zijn Mega Pokémon, waar een beetje disappointed was. Maar heeft in mijn opinie toch wel een hele goede Mega kunnen eruit halen nog. Dan hebben we Heatran, Zapdos, Florgus, Feraligatr, Jolteon, Seismito, Registeel, Mesprit en Hariyama. Ik kan niets anders zeggen dan dat dit ook team geweldig is. Ik vind elk team heeft zijn nut wel. Ik kan overal wel zien wie wat waar speelt. En ik kijk er gewoon naar uit. Nu, de matches van de eerste weken zal ik nu even vlug vertellen. Dat is Barkaars van de West Weezings tegen de Dragonflies. Yuri Brugmans van de Tampa Titars versus John Doe van de Scissors Trinity. Anthony versus Simon, de Charizards versus de Gengar Ghouls.
Dan hebben we Jeffrey Mini van Shield and Swords versus Tim Lacroix van Gistel Gardevoirs. Dennis van Heil Heidregen tegen de Cyber Satus, Janik Brugmans. Hebben we Albert Meer de Moonlight Warriors tegen Rotom United. Dan hebben we Nick Teunis van de SKS Cavalier versus Amanda Webber van de Neerpelt Ninetales. Dan hebben we Kenneth van de Antwerp Fear Relegators tegen Sebastian Spee, die van Benidorm Archives. Ik kijk er enorm naar hard naar uit, kan ik anders zeggen. De eerste week is al vol met energie ingegaan hier bij de PBA. Mensen zijn actief, ik ben actief en we doen enorm hard ons best om alle video's klaar te maken en helemaal klaar te stomen. En we hopen dat jullie ook geïnteresseerd zijn. Wij hopen dat jullie ons willen supporteren en dat jullie een team willen stemmen en dat het einde van dit seizoen dat we gewoon enorme hype rond is rond de finale. Dus stem op je favoriete team, steun ons door deze video te liken en te commenten en gewoon als je iets ziet van Pocketplay, van de Pocketplay GBA in de Pocketplay groep, geef ons een like, steun ons, stuur ons sets door van een voorstel dat je wilt doen, mag allemaal, wij willen jullie hulp. Ik wil jullie bedanken om te luisteren en deze video tot hiertoe te hebben gezien. Ik ben Simon van den Borg. Ik ben deels organisator van de PBA van Pocketplay. En ik hoop dat ik jullie heb kunnen doen hypen. Hype! En nu, goedendag en have fun!